Jan Abbe schreef: Duvaria is een duur sportvereniging. Dat zijn mensen die doorzetten en volhouden. Tegenwind trotseren in wat voor vorm dan ook. Er is een doel en daar gaan we op af. Nou, deze eigenschappen hadden we ook heel hard nodig in het tot stand komen van dit project. Het landschapspark De Laan. Twan zal zo dadelijk de ontstaansgeschiedenis schetsen. En ik wil als medebestuurder en penningmeester van Duvaria het project van onze kant belichten. We zijn gestart in maart 2018, dus we zijn nu ruim 4,5 jaar verder. Maar volhouden. En nog even een misvatting opheffen. Dit park is niet alleen bedoeld als een hardloopbaan. Het is voor iedereen. Het is openbaar. Je kunt hier een rondje wandelen. Je kunt genieten van de natuur. Er kan een rondje gevoetbald worden. DSV gaat hier ook trainen op het veld. Wij vinden dat het een zeer geslaagd project is. Applaus voor alle die hier meegewerkt hebben. Aldus onze voorzitter. We stonden hier 2015 te kijken naar een wei die helemaal verlopen was. Het was gewoon een rommeltje. Dit veld 5, wat officieel veld 5 van DSV heette, was een verlopen veld, niet onderhouden. Er kon amper gevoetbald worden. En dat was natuurlijk een doorn in het oog. En dan ben je inderdaad nu 7 jaar verder. En er ligt gewoon een prachtig park. Ook dit heeft weer veel kruim gekost van iedereen om het zover te krijgen. We zijn eigenlijk in stappen, zoals Cor dat toelichtte, met een aantal verenigingen op pad gegaan om het te realiseren. En met name Duvaria en Hent van IVN hebben daar een belangrijke de kar getrokken om het plan zover te krijgen. Financieel is het onderbouwd vanuit vitale kernen. Ik denk dat een heel mooi initiatief van de gemeente zijn tunnel is geweest om een aantal projecten te doen. Het werd in de tijd benoemd als we geven geld weg, maar ik denk dat de gemeente heel veel goede dingen zijn gebeurd die echt nodig waren om een stuk inhaalslag te maken vanuit het verleden. En daar hebben we denk ik nu met z'n allen plezier van. Maar we zijn hier ook graag, want dit is eigenlijk het belangrijkste van de gemeente Land voor Kuik. En dat zijn de mensen die hier allemaal samen keihard hebben gewerkt. Het werd net al gezegd, je moet ook wel doorzettingsvermogen hebben om zoiets te ontwikkelen. Want het kost altijd heel veel tijd voor een kleine groep mensen met gelukkig vaak een grote groep vrijwilligers erbij. Dus daar maken we heel graag tijd voor. En als het om de bomen gaat, 90.000 bomen is het begin, zeg maar, het geboortebos. Maar dat wil niet zeggen dat wat er boven komt, dat niet kan. Maar de gemeenteraad heeft de eerste 90.000 alvast benoemd. Dus laten we met z'n allen voor zorgen dat het een mooi begin wordt van een nieuwe gemeente. Maar dat we daar met dat aantal nog niet klaar zijn. In ieder geval, dames en heren, bedankt voor de uitnodiging. Maar als je als gemeentebestuur, ook als wethouder, als je hier mag zijn, en je mag in één woord de woorden sport, natuurontwikkeling, recreatie en participatie allemaal in één speech of zo bij elkaar brengen, dan kun je niet anders zijn dan heel gelukkig. Want dat is een prachtige combinatie. Dat zie je niet vaak. En daar zijn we dus ook. Want ja, sport, natuurontwikkeling, recreatie en participatie. Hoe mooi is dat dat hier is samengebracht. En voor de meesten, iedereen kent het project hier wel die er zijn. Maar toch nog even, ook voor de initiatiefnemers, alles op een rij. Duvaria besloot in 2019 om het terrein aan te leggen. Waarop alle sport- en spelactiviteiten plaats kunnen vinden. En dat beperkt zich niet tot één sport of tot één leeftijd. Alle mensen, iedere deelnemer is welkom. Dat zie je ook mooi met de sport en spel hier. Mooi om te zien hoe dat het al eigenlijk geopend is voordat het geopend is. Er zijn nu al heel veel activiteiten geweest. Hoe mooi is dat? En het kan dus ook zijn dat je gewoon aan het badmintonnen bent en dat je shuttle in de boom blijft hangen. Of dat je als je de bal verkeerd slaat of trapt, dat kan allemaal hier, dat je dan met een visnet de modderpoel in moet. Dus in ieder geval, dat kan allemaal. Maar dat is mooi dat dat hier kan. Dat is heel uniek, dat zie je bijna nergens en dat kan hier. En net fluisterde iemand mij nog in van, ik heb nog ergens anders gezien dat een landschapspark wordt ontwikkeld. Maar als je ziet hoeveel met vrijwilligers en zo, tegen welke kosten dat hier kan, dat is dorpskracht op zijn best. Dus ik zou zeggen, nu alvast een applaus voor iedereen die erbij betrokken is. En de cirkel is rond en de cirkel kan nu geopend worden. Ik heb begrepen dat ik in ieder geval mag zwaaien naar degene die, want ze vroeg al, ga je meedoen? Maar ja goed, ik ga in ieder geval meedoen om in ieder geval aan te moedigen dat de kinderen en iedereen die mee wil in ieder geval de ronde gaan openen. Dus in ieder geval bedankt voor de aanwezigheid en het weer is mooi en het project hier is nog mooier dan het weer. Dus heel veel succes en nogmaals een applaus voor jullie dorp. Ja! Nou, dan gaan we het nou openen. Okay.
Twan Kuiper van de dorpsvereniging, voorzitter van de dorpsvereniging in Ledenakker. Het is een lange weg geworden, dat hebben we uitvoerig gehoord zojuist, om het allemaal te realiseren. Ergens moet er een moment geweest zijn dat iemand zei, we moeten er meer van maken als een, met alle respect, baan om rondjes te rennen. Nou, dat is inderdaad helemaal juist. We zijn eigenlijk begonnen met het moet meer worden als een sportveldje of een trapveldje of een parkje. Het moet een multifunctioneel karakter krijgen en dat is gelukt doordat Duvarie instapte. En met Duvarie hebben we uiteraard het gesprek gehad. Ja, we maken een loopbaan, dan kunnen wij het beheren. Ik zei ja, maar het wordt een multifunctioneel complex. Als bijvoorbeeld de verlichting die hier is, is aangesloten op de openbare verlichting. Met het gevolg dat iedereen hier kan sporten door middel van de sensoren. En het trapveldje is er voor iedereen, ligt buiten het park van DSV en kan iedereen gebruiken. En ik hoop dat er zelfs in de toekomst nog meer initiatieven komen om het veld beter te gaan gebruiken. Voor bootcampen, misschien een paar toestellen erop. Ik denk dat er gewoon heel veel mogelijkheden liggen. En vervolgens openbaar was voor ons het uitgangspunt. Je moest natuurlijk in overleg met de bestaande situatie hier, ik denk aan het sportpark De Laan en DSV. Uiteraard is dat met DSV overleg geweest, maar formeel was dit altijd een agrarisch gebied. Toen zijn overleg met DSV en de gemeente gegaan tot aanpassen van het bestemmingsplan. En uiteraard in overleg met de buurt, want dit lag natuurlijk allemaal heel gevoelig. Wat komt hier dan? Komt hier nog meer sport? Komt er een tennisbaan? Of komt er inderdaad een park waar af en toe wat gebeurt? En zowel met buurt als met DSV als met de gemeente zijn we tot een goed plan gekomen met een juiste bestemming voor het gebied, waardoor gewaarborgd blijft dat het gewoon rustig blijft en er alleen recreatief gebruik gemaakt van gaat worden. En dan valt op een gegeven moment denk ik het woord landschapspark en IVN en dan gaan we kijken een beetje naar de buitenkant, ook de aanplant en zo. Ja, verder was Hent betrokken vanuit IVN vanaf het eerste moment. We hebben eigenlijk de eerste schetsen gemaakt met IVN voordat Duvarie in beeld was. Dus voor ons was dat eigenlijk een hele logische stap dat Groen en IVN en dorpsvereniging met het algemeen park, dat het de rode draad was. Dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen. En die zijn verder niet later aangesloten, maar hebben vanaf dag 1 in het initiatief gezeten. Zou je dit ook alweer iets mogen noemen in de ontwikkeling van de gemeente Land van Kuik, maar dan vooral in dit geval Ledenakker en Sint-Tunis? Ik denk een voorbeeld hoe je met heel veel mensen en verenigingen samen heel veel verder kunt komen. En ik denk daar veel meer kansen liggen die we denk ik onvoldoende benutten. Openstaan voor elkaars mogelijkheden en invulling biedt gewoon veel meer. Dat kun je gewoon hier zien. Inmiddels heb je daar 3-4 verenigingen tevreden zijn. IVN is tevreden met een mooi plantsoen. Dorpsvereniging met een mooier aanzicht. Duvarie, Olympia kunnen sporten. En DSV heeft een trapveld en een lelijke hoek weggewerkt. Dus ik denk dat hier 5-6 partijen gewoon plezier van hebben. Ja. En dat soort dingen moet je gewoon denk op deze manier overal oppakken. Ja. Veel breder. Alom tevredenheid. Men kan aan de sport. Men kan aan de slag sporten hier. Men kan hier elke dag sporten en elke avond sporten. Ja. Ja.